Welkom, dames en heren, op deze eerste BNP Paribas for this Women for a Changing World. Staten, NGO's en bedrijven hebben samen 17 doelstellingen gekozen om niet bij de pakken te blijven zitten, maar gericht naar oplossingen te zoeken. Dat zijn de SDGs. I think really business as usual is dead now. And the real question that we have to ask ourselves is, are we creating value for all the stakeholders, including nature? Slimme mobiliteit is niet langer een soft groen verhaal, maar een bittere economische noodzaak. Ik was heel blij toen ik de uitnodiging kreeg om hier een stukje van ons verhaal te vertellen. En zeker en vast omdat het effectief ook een women's event is. Omdat ik er een beetje van overtuigd ben dat vrouwen de natuurlijke gaven hebben om de intercorrelatie te zien tussen de dingen. Coca-Cola is reinventing itself. By 2030 we are going to collect all the packaging that we put out back and recycle it into another use. Ik vond het de juiste tone of voice. Het was niet vrouwen tegen de rest van de wereld. Nee, als ze dan toch verantwoordelijkheid nemen in het bedrijfsleven, waarom niet proberen de link te maken? Dat is een goed idee. Een business qui ne change pas est un business qui va mourir. Et donc toutes les sociétés aujourd'hui, surtout les plus grandes, doivent se remettre en question. Ik vind het zo fantastisch om zulke hoge kwaliteit vrouwen bij elkaar te kunnen krijgen en zulke geweldig inspirerende sprekers. Ik vind het echt fantastisch. Ik geloof echt wel in het feit dat de vrouwen toch wel een grote rol gaan spelen in de toekomst. Un événement comme celui-ci est super important parce que les femmes ont cette notion d'entrepreneuriat naturel. Vrouwen mogen zeker extra aan bod komen. Er is een inhaalmanoeuvre te maken. Dus j'ai entendu beaucoup de propositions pratiques, beaucoup de gens inspirés. Et donc je pense que c'est un événement à refaire. Ik heb dus ook mijn eigen commitment ingevuld. Merci beaucoup de votre présence. Bonne soirée.